Fantastisch dat ze met een baasje gelopen hebben. 16 in de Biggie Brokkie wakker. Deelnemers had je dit jaar? We waren er ongeveer 5600. Dat is veel, ja. En we hebben voor onszelf een maximum gesteld rond de 5,5. Als we dat niet gedaan hadden, zouden we de 6000 gepasseerd zijn. Maar 5,5 kunnen we nog behappen. Controle, veiligheid. Dus de mensen die we teleur hebben moeten stellen, moeten volgend jaar eerder aanmelden. We gaan het boem boemen plakkeren. Je mama en papa kijken naar DVD. Wat? De eerste looper die komt eraan. Het is Ronaldinho Pinas, mensen. Het is Suriname. Ronaldinho Pinas, winnaar. Dan is het man klaar voor de eerste vrouw, Ilse de Tomere. Die wint hier de 10K. De naam heeft eindelijk de 10 kilometer op zijn naam geschreven en de 5. Dat doet me heel goed, onze organisatie. We zaten te wachten tot de eerste Surinamer dit ging winnen. En zowel bij de vrouwen als de mannen 10K is het Surinamers geworden. En daar ben ik heel, heel, heel blij mee. Lionel Conrad, 37 minuten en 23 seconden. He's from Guyana. Alleen Lionel gezien van de Guyanese? Die anderen die waren er niet, nee. Maar Lionel is een goede vertegenwoordiger van de Guyanese. Alleen ja, hij wordt ook een dagje ouder. Ja. Op de tweede plaats Lionel Dondraat. En op de eerste plaats, hey, give them a big hand, Ronaldinho Pinas. Dames overal. Op de derde plaats Irene Teendal van Gazelle. Nummer 2 Stefania Wilson. En nummer 1, de beste op de 10 kilometer, Ilsida Tumere. Dames, algemeen klassement 5 kilometer. Op de derde plaats, Chanel Amosua. Op de tweede plaats, Mika Wojtis. En op de eerste plaats, Elisa Senemat. Dat zijn de snelste dames geweest, overal dus, op de 5 kilometer. De snelste mannen op de 5 kilometer. Op de derde plaats, Krolis Mabo. Op de tweede plaats, Shaquille Piquindio. En op de eerste plaats, Leslie Cairo. Onze deelnemer op de 10K, hij is 77 jaar oud, maar voor wie het is. En ook hij wordt natuurlijk gewaardeerd. Dave Donslaat, genieten met een stukje entertainment. Hij verdient dit 77 jaar oud en nog steeds goed voor een 10 kilometer. Hoe was het? Heel erg goed. I still feel fit and good and great. And that's what we need. Hier is het aan. En hoe is het geweest? Leuk. Leuk. Leuke ochtend even eruit met het gezin. Het is leuk. Ja, ik doe voor het eerst mee. Leuk. Ja, eerste keer ja. Doet u weer mee de volgende keer? Zeker. Heerlijk. Heerlijk. Maar ik heb jaren gewacht op die kinderen en ze zijn nu oud genoeg om mee te doen en het was het wachten waard. Dat doen? Goed, goed. Eerste keer, ja. Volgende keer? Zeker. Hoe is het geweest? Geweldig. Wel vermoeiend, want ik doe na lange tijd weer mee en die kleine was een beetje onrustig. Maar het is toch gegaan. Ja, doe je voor het eerst mee? Nee, ik doe niet voor het eerst mee. Dat is mijn derde keer, denk ik. Maakt het zo bijzonder dan dat u elke keer mee moet doen? Dat ging toch, want je loopt toch niet makkelijk over de brug. Is één keer per jaar, met zo'n grote groep. Dat maakt het zo uniek. Leuk, gezellig. Hoeveel keer heb je al meegedaan? Is volgens mij mijn 5e keer.
Wat is er zo bijzonder aan die brug dat je dan voor de vijfde keer moet komen lopen? Die foto's. Ja, die we maken. Boven. Ja. En de sfeer. En, hoe is het geweest? Te doen. De eerste keer? Ja. Volgende keer? Ik ga er nog over nadenken. En hoe was het geweest? Een beetje zwaar, maar het is geluk. Alleen mijn kleindochter wou niet lopen, maar hij heeft het wel gehaald. Doet hij voor het eerst mee? Jawel, jawel. Is er een volgende keer? Ik hoop het. Was het leuk? Was het leuk? Ja. Geweldige bijdrage van de bikers weer dit jaar. Dankjewel heren, dankjewel. Great job. En natuurlijk onze vrienden van de Motors en Vijazen die NSD. Kom maar op de motor gietsen. Hartelijk bedankt mannen.